Het is het hele jaar hoogseizoen. Nu natuurlijk, omdat die jongens natuurlijk in de voorbereiding zitten. En sommigen moeten rusten, maar die vinden het toch heel belangrijk om fit te blijven. Is het moeilijk voor jou om ze fit te krijgen of zijn ze al fit van zichzelf? Nou, dat is helemaal niet moeilijk hoor, omdat je ziet wat ze tekortkomen. We kijken natuurlijk naar de tekortkomingen van de spelers en daar werken we op. Ja. Wat is de meest voorkomende tekortkoming? Een stukje bewegelijkheid. Je ziet dat de jongens steeds minder gaan bewegen. Men wil te veel, blijf ik zeggen, krachttraining doen, waardoor het bewegelijkheid achteruit gaat. Dus ik blijf hameren op bewegen. Dat doen we met stuiterballen, met tennisballen. Belangrijk is, ze moeten bewegen. Sommige jongens zeggen ook van, joh, we zijn ook echt aantoonbaar sneller geworden. Kan je dat leren? Kan je leren lopen? Ja hoor, je kan leren lopen. Lopen is iets wat je dus iemand kan bijbrengen. Je kan rekening houden met de arm inzet, knie inzet, hoe er gelopen moet worden. Vooral een stukje wendbaarheid. Kijk, het is niet alleen maar lopen, het is ook wenden en keren. Want kijk, een atleet loopt alleen maar als ik met atleten bezig ben, dan gaan we rechtuit. Maar die voetballer, die tennisser, die moet natuurlijk heel goed kunnen wenden en keren. Kijk, ik zeg vaak, hè, als mensen gaan tennissen, dan komt er een tennisleraar bij. Als mensen gaan golfen, dan komt er een golfleraar bij. Maar als mensen moeten lopen, dan denken dat iedereen zegt van je loopt zoals je loopt. Dus we pakken schoenen en we gaan lopen. Maar nee, lopen is veel complexer. Ja. En iedere atleet loopt op een eigen manier waarschijnlijk? Ja, iedereen heeft zijn eigen stijl natuurlijk. Maar je kan wel zorgen dat die persoon zo economisch mogelijk loopt. En daar gaat het natuurlijk om. Als je niet economisch loopt, dan kom je vast te zitten. Als je een voetballer loopt gemiddeld zeg maar tussen de 10 en 13 kilometer per wedstrijd, is 90 seconden totaal aan de bal en de rest is lopen. Dus je moet gewoon zorgen dat je heel veel loopt. Sander Fischer is een jongen.